Bijna 8500 bedrijven kwamen vorig jaar in aanmerking voor het predicaat snelle groeier. De Nederlandse economie die groeit op volle toeren en dat betekent volop werk. En veel bedrijven waren dan ook in de gelegenheid hun personeelsbestand flink uit te breiden. We spreken van snelle groei als een bedrijf 3 jaar op rij een groei in het aantal werknemers van gemiddeld 10% per jaar heeft en aan het begin van de 3 jaar ten minste 10 werknemers in dienst had. Ten opzichte van 2016 is het aantal snel groeiende bedrijven met 16% toegenomen en dat is het grootste aantal in 8 jaar tijd. Daarmee is 1 op de 6 bedrijven met meer dan 10 werknemers een snelle groeier. Bedrijven met zo'n groeispurt die zien we het vaakst in de groothandel en handelsbemiddeling. Maar we komen ze ook vaak tegen in de horeca, zoals restaurants, hotels en cafetaria's. En ook uitzendbureaus en arbeidsbemiddelaars die wisten hun personeelsbestand flink uit te breiden. En deze mensen worden dan bijvoorbeeld weer ingezet in de bouw of in de zorg. Wil je nou meer weten over snelgroeiende bedrijven of het bedrijvenlandschap? Kijk dan op cbs.nl.